voor me over te vertellen. Hij komt uit België en hij is bij de bar. En daar zijn wij ook bij. En ja, het is gewoon een gezellige kerel om mee in de familie te hebben. Maar hij is ook kapper, dus hij knipt. Oh, dan moet hij gezellig zijn, ja. Hij knipt mee van wat het op is. Ja. Dus als ik iets zeg op forum of zo, dan zit ik altijd eronder knipsen, dus dat is een beetje. Hè. Ja. Hier ga ik heel veel aan knippen en heel weinig betalen, dus die gaat eigenlijk heel snel klaar zijn. Ja. Dus oké, okay. Succes. Dus ik ga vormen. Ik heb die opstelling gemaakt. Die heeft ooit op de Nederlanders trofee gestaan. Daar heb ik ook een prijs mee gewonnen. Dus dat is daarom dat ik het even wil laten zien. Ik had een paar bondjes bijna voor te bespreken, maar ik zie dat er dus heel veel aanwezig is. Dus dan zou ik me eigenlijk beter focussen op jullie bomen. Die bespreken verbeteringstips, verzorgingstips en dergelijke en zo. En dat is voor iedereen wel leuk voor te horen of dat het dus inderdaad. Welke dat geschikt zijn voor zoning, welke niet. Ja, dus ik zie er een paar bij staan die ik zeg van, die zijn te groot. Dus ik wil er eigenlijk een gezellige avond van maken en ik hoop dat jullie er iets van leren. Dus we gaan met het klassieke beginnen, het vormen van een boom. Dus, dat is, dus we gaan eerst kijken naar de wortel. Ik heb hem nog niet bekeken, ik weet er niks van. Hij staat nog goed in het zand, dus ik ga het hier lekker van maken. Wil je een weddingbak hebben? Als ik een makker dan moet ik niet van maken, want jullie moeten gaan thuis. Junipedus Green Carpet, dat is wat vroeger nogal veel in tuinen gezet werd in België. En die kregen echt mooie stammen. En daar konden heel mooie bonbandjes van maken. Nu ziet dat veel minder, want tegenwoordig leggen ze allemaal bloedselzagen aan. En dat is natuurlijk minder geschikt. Maar in België kunnen ze nog goed vinden, ik weet niet in Nederland. Ze zijn vrij goede koop en ze zijn echt geschikt voor show-in. Maar, dat is wel een voorwaarde, ze hebben niet zo graag aan de wortel. Dus dat is een klein itemje. Je kunt ze dus tentoonstellen in een klein potje, dat is geen enkel probleem. Maar dat jaar erop moet ze altijd groter zetten. Om te laten bekomen, anders gaan ze wegkwijnen en dan gaan ze een probleem hebben. Hoe los ik dat dus op als je dus een boom in een klein potje hebt? Dat heb ik eens gezien op het internet. De Japanners doen dat dus ook. Die gebruiken dan diepere potten, maar de grootte normaal gezien even groot, maar dan dieper, zodat het kan doorwortelen en dan de boom gezond blijft. En dat is voor mij een belangrijk item, dat is de gezondheid van een boom. Altijd eerst werken aan de gezondheid en de rest komt vanzelf. Dus dat is heel gemakkelijk. Alleen heb je last als die deur open blijft staan? Of, Ik vind hem heel gemakkelijk. Dus nu gaan we eerst eens kijken naar wat er zit van wortel. Dat is wel dikke mappen. Als er vragen zijn die mogen gesteld worden, dat is geen enkel probleem, dat weet u al. En ik weet ook dat dus die vragen dus niet echt komen. Nou, pas op. Is het niet riskant om al aan het is wel zo, van, ik moet wel zeggen, in Nederland komen de vragen wel iets vlotter als in België. Dus een Belg wacht altijd zo wat af. Alleen een vraagje, is het nou niet riskant dat je al aan de wortels werkt waar je vandaag gaat snoeien? Nee, omdat ik dus dat heel beperkt ga doen. Wat ik nu eigenlijk ga doen is dus, zoals je ziet, ik doe het dus zo. Dus ik haal hier wel wat af, daar zullen een paar worteltjes wel gekwetst worden. Maar hier ga ik niet aan knippen. Hier ga ik niet aan knippen. Dus die gaat nog in zijn originele pot hier weggaan. En dan is het aan de eigenaar voor het in 3 à 4 verpottingen te verkleinen. Maar niet sneller. Want dat is het probleem natuurlijk van in de lage landen hier, dat we te snel willen gaan. We hebben niet het geduld van een Japanner die zegt van ik heb u niet gehad. Dus dat gaan we dus niet doen. Het leuke is natuurlijk van ik ga die vormen, ik heb enkel de wortel een beetje bot gemaakt. En het leuke is wat ik bij Juniperussen, volgend jaar ga die gaan verkopen en je haalt die eruit. Dus de takken die je weggesnoeid hebt, die worden eigenlijk gevoed door een wortel. En wat weggesnoeid is,
is weg, maar die wortel heeft dan geen bestaanszekerheid meer en die wortel die zal afsterven. Dus op het moment dat je die gaat verpotten, ga je zien dat alle zwarte wortels, die kunnen al weghalen. En dan gaat er maar verschieten hoeveel dat je al kunt weghalen, zonder dat je dus aan de levende wortels moet zitten. En dat is wel heel aangenaam. Dus dat is eigenlijk, je laat nu de natuur uw werk doen. Dus je gaat zelf niet selecteren, zie je? Dus als ik nu thuis zoiets heb en ik heb zoiets zo van, ik heb eigenlijk geen zin voor een muur te vormen, dan knip ik goed aan de wortels en ik laat hem een jaar staan en ik zie wel van boven afsterft, dan is het nog 30. Dat is dan de omgekeerde richting. Zie je, dus zo kunnen we een beetje mee spelen. Ik heb even aan het voelen. Het is een scheef stammetje, weinig tapzet erin. Heeft er iemand zo'n soort thuis of niet echt? In de tuin staan. Ja, wel. Maar niet als bontwaai. Groeit het kool. Ja. Het spul die... kan wel eens in een jaar tijd een meter over de grond heen schieten en uitlopen. En hoe is het stammetje? Dat kan best, die staat er al een jaar of 10 misschien. Die kan al goed een centimeter of 3-4 dik zijn. Ja. Oh, zeker. Dan moet ik eens komen kijken. Ja, is goed. Kom maar kijken. Ik ben geen hele schupje meer. Ja, dat hoeft niet, die heb ik staan, een schupje. Geen nieuwe. De kleinste takjes van onder die verwijderen, want daar zijn we toch niks mee. Trouwens, die wortel ook ontzettend goed, hè? Want dus die kruipen niet alleen over de grond heen, maar die zetten zo gewoon, nou, ieder stuk zo eigenlijk waar takjes een beetje de grond raken, zetten ze wortels, hè? Ja. Dus ze zijn ook heel gemakkelijke afleggers van te maken. Oké, nu gaan we een keuze maken in takken. Het is gewoon één stammetje, begrijp ik nou? Het is één stammetje, dus het laten zien. Zie je dat? Ja, oké. Okay. Ja. Het was ook goed gelukt, hè, want er stonden er zo 100 bij 1 en ik heb de eerste gepakt en ik ben doorgegaan, dus dat was afwachten eigenlijk. Ja. Maar uiteindelijk, van deze dingen, kun je altijd iets maken. Zou dat lekker zijn dan? Dus dat is het fijne ervan. Er zit zoveel potentie in, er zit zoveel groei bij 1. Ja, zolang dat ze tenminste één stammetje hebben. Want ze doen ook vaak, zetten ze gewoon 3 bij elkaar, dat die in 1 jaar al meteen een pot vol groeit. Ja, dat gebeurt wel, maar ik was er nu wel gerust in. Dus nu gaat die stam, die gaat zo, en dan heb ik hier een gedeelte, en dan één tak die gaat naar hier. Die gaat dat maar. Of dat heb ik nog niet beslist. Ik ben eerst aan het elimineren dat ik zeg van dat lijkt me leuk of dat lijkt me leuk. Een cascade is zo een stijl zo van als ik niet weet wat doen, dan maak ik een windgestreamde of een cascade. Oh, dat doe ik al met literati. Die zijn er ook, maar een goede literati is niet gemakkelijk, hè? Maar een goede cascade ook niet. Dat is een literatie, ofwel moet die kaarsrecht zijn, wat je heel weinig ziet eigenlijk. Ofwel moeten er bochten in zijn. Maar wat veel mensen niet weten is, bij een literatie moeten er 7 bochten zijn, wil die optimaal zijn. Dus zijn er maar 6 bochten, dan loopt de Japaner gewoon voorbij, want dat is geen mooie bocht. 7 bochten? Dan moeten er 7 bochten. De ene wat extremer dan de andere, maar eigenlijk moeten er 7 bochten. Nou, had je toch altijd wel een paar seconden gestaan, hè, voordat je geteld hebt. Hoe zeg je? Ja, die hebben er een paar seconden gestaan, want voordat hij dat geteld heeft, tot er 7 bochten in zitten. Of niet?
Okay, dus nu hebben we hier weer nog eens een dubbelsplitsing. Dus nu ga ik zien welke van de twee dat ik ga elimineren. Dat ik denk van, die tak groeit naar onder. Dus normaal gezien, al wat naar onder groeit, dat wordt altijd verwijderd. Omdat je dat toch een beetje van de stam wilt zien. Dus nu zitten we allemaal met heel lange takken, dus nu ga ik een beetje uitselecteren, dat ik wat beter zicht heb, want op een bepaald moment ziet het bos de bomen niet. Hè. Dus dat nu van. Dus het stammetje gaat naar rechts, dus ga ik hier een mooie kroontje opbouwen. Die ga ik nog weghalen, die is nog veel te lang. En hier ga ik een beetje een vallende tak in maken, dat die dus echt wel zo gaat. En dan, dan staat die er al. Dat is het voorbeeld van die kleintjes, je kunt dat gewoon vastpakken en je kunt daarmee spelen. Hè. Dat is, Maar kunnen we nu rood ook? Dan hebben we dan zo warm. Dus een van de voordelen is natuurlijk als je een beetje een rugleider bent, show-in, ideaal. Een van de nadelen is dat je eraan moet werken. Het is, het is gebrukt. Ik heb het niet gehoord. Dat je dan een goede bril moet hebben en dunne vingers. Ja. Voor mij valt het wel mee. Heel snel gebeurd. Als je nou bijvoorbeeld vanavond om 6 uur was komen zitten en dan hoorde je dat de beste stuk of 6 niet kunnen maken. Eigenlijk niet waar ik aan. Of we geen loodjes? Eigenlijk wel. Maar ik ga er wel bij vertellen, ik heb niemand tot in de fijnbedrading gedaan natuurlijk. Hè. Dus ik heb de hoofdlijnen uitgezet. En dan, dat is het leuke van deze soort natuurlijk. Dus nu kunnen dus die verder met knippen kunnen die gaan uitselecteren. Want hij is inderdaad nog vrij
dik, er zullen nog takjes tussenuit moeten. Maar uiteindelijk heb ik zoiets van, ik heb er nu genoeg groen afgehaald. Dus, het is wel watjes geweest voor hem. Dus, maar die okseldingetjes en zo, die wat bijgroeien, kunnen die wat knippen. Maar uiteindelijk gaat het dus automatisch zien als je gaat knippen. Want die ziet het in het groot, dus dat die groeit, dan gaat hij dus inderdaad dat doen. Hè. En dan kunnen we inderdaad gaan selecteren dat je zegt van, ik ga verder met die takjes gaan. Dus dan knipt hem dus hier. Hè. Zie je? En dan heb je hier 1, 2, 3, 3. Dus als je die dan kort wilt houden, dan pak je eigenlijk hier en dan knipt hem en dan gaan die verder. Maar ga nooit trekken. Dat is hier nu te ver voor, dat is in de uitkom. Dan kun je mijn pincetje pakken en dan krijg je dus dit hier. En dan mijn pincetje en dan trek ik. Even mijn pincet pakken. Kijk, dan pak ik mijn pincet en dan doe ik zo en dan trek ik. Altijd van, dus dat hij hier staat, dan trek ik van de boom weg. Dat wel. Maar als je die gewoon laat uitgroeien, als je nog die takken moet stabiliseren, dan laat ik die uitgroeien en dan knip ik die. En op het moment dat ik denk van oké, de takken zijn gefixeerd, dan ga ik aan die fijne vertakking werken. Dus eerst de takken fixeren en dan gaat het een fijne vertakking. Dus op 3 jaar tijd hebben we daar een heel mooie show uit. Dus dat was dit al. Dus zo snel gaat dat, hè? Zullen we dan maar meteen kijken wie daar de winnaar is van? Goh, ben ik zo ongeduldig? Ja, goed. Ja. Er zit er eentje op hier te komen. Mooie nummers. 101. 101. De rest. Ja. Dat is kijk. Bijna, we proberen het nog een keer. Ja.